reflexión, poco triste y feliz. Tres terminas, si yo me fallo, esta es mi vida, me damos todo mal, no has hecho todo mal, no has hecho. Dansjes tonnen, totempaal, eet bisonworst en buffelworst bij zijn avondmaal. Rechter Indiaan is een meer van een vent, rookt op zijn tijd de vrede spijt voor zijn typie tent, voor zijn typie tent. Van beneden in de cowboy heeft hij geen geintje scheep. Wij gaan nu zelf een liedje ten gehore brengen zonder muziek. We doen het eerst één keertje met de kleuters en daarna vragen we of u als zaal mee wilt doen. In het woud is
zijn als een zot. Is er dan geen uitspot voor? Nee, kom. Niet met rood. Dit pot is ook op. Is er nog geen pop? Pap, nee, geen op. Misschien ligt er nog ergens een lekkere worst. Nee, kom, zei. De worst is ook op. We hebben alleen nog wat scheefs beschouwd. Dan wordt het hoog tijd om naar huis te gaan. Met een beetje geluk vanuit de mogen de kust. Hoera, dan ga ik meteen op de strand een zak patat kopen. En weer een kroketje.
Suffie, domhoor, ben jij nou een zeehoog? Snap je het dan niet? Ga die boot roven, dan is je lekker van ons. Maar zou de kapitein dat wel goed vinden, baas? Nee, natuurlijk niet, domme gans. Daarom roven de boot stiekem. Kijk, de kapitein ligt met zijn matrozen op het eiland te slapen. Wat? Ik zie nog helemaal nooit. Ik zie nog een melkpaard. Die oude lelijke jakkenbrak. Niet eens. Wel eens. Stil nou. Slecht maakt de kapitein nog wakker en dan kunnen we de boot niet meer over. Oh ja, dat is waar. Zeg maat. Ja, baas. Snijd de kapitaal van die boot in door. Ja, baas. Thank you.
ja. Thank you.
ons in onze boot. Hoera! Hela, daar ben ik weer. Daar zitten jullie lucht in. Nog koken als lucht. Yeah.
wel gaaf. Waar moet je me mee dat snijden? Jongen, ik weet niet of jullie doorhebben, maar dat geruzie trek je nou niet van klanten. Vanwege de enorme drukte. Bespeur je daar
Toen, wat gaat het kosten? Niets. Nog niet tenminste. Ik maak de reclamecampagne vannacht nog rond. Vanaf morgen betalen jullie mij 50% van jullie dienst. Tot de campagne is afgelopen, totdat jullie niet kunnen in de klas zitten. Het contract is voor eeuwig. Wij verzorgen de reclame, jullie betalen ons wat jullie winst. Geen punt. We maken toch mijn winst. Maar dat gaat veranderen, daar zorg ik persoonlijk voor. Zo lang al, sluitingstijd. Bij de buren zijn we weer. Nou ja, die kunnen vanaf morgen helemaal besluiten. Je slaapt lekker uit, morgen gaat het weer. Druk in de rug. Dag. Ik heb ze in mijn zak, Brenda. Wij doen een reclamecampagne voor hun en zij betalen over ons rest van hun leven 50% van alle winst. Dat gaat regelrecht onze zak in, zolang zij hier een pand hebben. Ze komen nooit van ons af. Wat zijn we toch slim, bro? Beste mensen, dit ziet er toch niet uit. Laten we eens verzorgen dat we voortaan de pizza's de deur uitvliegen. En reken maar dat jullie het voortaan erg druk krijgen wanneer onze acties klaar zijn. Kom, boys en girls, laten we nu aan de spring gaan verbouwen. Zo, goed, nou dat er niks te weten.
met z'n allen. Dat ene woordje pizza moet hier door de ramen knallen. Dus roep zo hard je kunt, we hebben niks aan van die zachte. Maar hou je kop even dicht, als ik op ben verwachten. Ja, pizza, pizza, oh, pizza, pizza, pizza. Even wachten, nog even wachten, pizza. Thank you.
doe me mee. Ik kan me niet komen. Pizza, bankje, geen klant meer overhoudt. Nou, dat dacht ik.
nog niet tenminste. Ik maak de reclame voor je vanaf een product. En morgen betaal ik mij 50% van jullie winst. Totdat de campagne is afgelopen. Totdat jullie niet meer in de kans zijn. Het contract is voor eeuwig. Wij zorgen de reclame, jullie betalen ons voor jullie winst. Geen punt. We maken toch nooit winst. Maar dat gaat veranderen. Daar zorg ik persoonlijk voor. Voor mij en Jeugel, naast wel die vet, komt terug en maakt het alles in orde. Morgen krijgen we net zo'n nieuws bij Aldo. Wat zal hij op zijn neus kijken? Bent hij niet zwart? Wat is dat nou? Het lijkt wel glas. Hé, hey, mama. Hoe is dit pizza? Waarom? Is hij niet lekker? Hij is heerlijk en daarom wil ik hem met je delen. Hij is pas bedorven, anders gaf je me niks. Nee, echt niet. Maar het gooi wel hè. Nee, ik bedoel, ik wil hem wel. Moet je zelf niet een stuk houden. Ik hoop dat ook. Nou, dan neem ik die pizza wel. Waar hebben jullie het om? Doe nou maar niet alsof je...
Thank you.
dieven. Wij zijn kunstenaars en het wegnemen. Gestolen dus. En jullie wisten dat. Natuurlijk wisten we dat. Denk dat we gek zijn. Nee, maar wel dom. Hebben jullie het gehoord? Luid en duidelijk. Hiermee is het bewijs geleverd. Wij, brigadier Christa en regisseur Job Ashuni, arresteren jullie met het stelen van de diamanten en het verkopen van het gestolen goed. Jullie zijn er gloeiend bij. Jullie hebben niks van iemand anders speur kunnen afblijven. Stelen dus. Weten mag het niet. Fout, fout, fout. Wie verkeerde dingen doet of wie snel de verkeerde dingen doet, moet dat over maar eens flink voelen. En reken maar dat we dat zullen doen ook. In de stijl. Stijlje boe. Rustig, rustig maar, regisseur. Job, vertel wat de rechten zijn. Jullie hebben het recht om jullie mond te houden. Alles wat je zegt kan tegen je gebruikt worden. Reken maar dat ze het doen ook. Dan leg ik ook meteen beslag op het gestolen goed. Is er geen pindersloon? Ja, dat kunnen jullie wel meteen geven. Goedenavond, Bossa. Ja, maar jullie zijn slim geweest om het geld en de diamanten mee te nemen. En jullie zijn ook nog zo slim om ook eens de agenten mee te nemen. We delen het eerlijk. Kom Anna, wat zullen we met het geld gaan doen? We kopen eerst nieuwe kleren, dan een auto en dan een huis. Zoveel geld hebben we al op. Dan slapen we in die auto en dan is dat ons huis. We hebben weer even wat geld. Dat is pure winst, makker. Haha, hier wordt de winst verdeeld. We komen net op tijd. Dankjewel. Ons aandeel. Dat is niet eerlijk. Jullie spelen onder één hoedje. Zijn jullie van hetzelfde reclamebureau? Wat gemeen. Gemeen, maar gauw. Niets wat niet mag. Ik stop er ook mee. Dat zou niet gaan. Jullie hebben een contract getekend. Zolang jullie hier op pand hebben, krijgen we 50% van jullie winst. We moeten maar beginnen. Dan zit er nog maar één ding op. Precies. Wie het sterk is, moet slim zijn. Wat doen jullie nou? De duidelijk, nou geldt jullie contract niet meer. Want nou zitten we niet meer in ons pand. Jammer hè? Thank you.